Wil jij een vriendin? Ja, waarom niet? En toen zei ze Michael Jackson, nou ja. ...2020 is voorbij. En dus is het de hoogste tijd om de leukste fragmenten van het jaar op een rijtje te zetten. Want wat hebben we gelachen, hè? Hoe zou je mij nu aan het lachen maken? Ja, ook mijn broek misschien naar beneden trekt. Goeie mop, twee tieten in een envelop. We hebben net nog gelachen. Hij struikelde over stoeptegel, dus toen hebben we lekker gelachen. Waarom is een krokodil groen? Des te groener, des te zwemt hij. Toen liep ik op het strand, ja, dan hadden ze en toen zeiden ze Michael Jackson, nou ja. Toch was het voor één iemand net even iets minder grappig, Lange Peet. Hij heeft namelijk nog steeds geen vriendin en dus deed hij de volgende oproep. Ja, als er nog dames kijken, jullie weten waar Lange Peet is altijd te bereiken bij Café Onzoekje. Hoi hoi. Lange Peet, let op. Ik ging op zoek naar versiertips. Het deed pijn toen je uit de hemel viel. Ik doe daar niet aan. Ik word versierd. Gaan we straks naar het cafeetje? Ja, waarom niet? Wil jij een vriendin? Nou, als ik jou zo zie lopen nu. Mijn kinderen zijn ouder als jou. Dus ja, helaas. Nou, is niet aan u te zien hoor. Nee. Dankjewel, dankjewel. Leven de botox. Er liepen niet alleen knappe vrouwen over straat. Het stikte in Leiden ook van de wilde dieren. Nou, ik vind u toch meer een olifant. Nou, ik dacht het niet. Zeg ook de slurf heb ik niet. Vela. Oh, dat moet je zo doen, hè? Wat doet een leeuw nou? Ik zie je denken, wie laat zich nou weer zo op beeld zetten? Nou, ik zal je vertellen. Ze waren bij lange na niet de enige die zich compleet lieten gaan met een camera op hun gezicht. La la la, la 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 Leiden. If I told you that I loved you. Gooit je schoonmoeder van de trap. En dan knijp je in de kuiten, terwijl je knijpt roep je heel hard boe. Dames en je moet altijd in het gelid staan. En... Dat betekent kom maar binnen. Met je belastinggeld. Het is wel eens gebeurd, kom ik uit de douche. Ik zeg, maar dat had ik niks aan. Ik zeg, vroeger schrok hij niet, maar nou wel. Boe, boe. Hey, dan zeg je allemaal automatisch, hey, hallo, hoe is het? Het is niet een kunstje. Het heeft er niks mee te maken. Mocht jij nou nog een leuke vriendin weten voor Lange Peet, laat het even weten in de reacties. Of vertel gewoon wat jij het allerleukste moment vond van het afgelopen jaar. En dan wens ik je tot slot, namens de hele redactie van Sleutelstad, een gelukkig nieuwjaar. En hou de moed erin.